De geschiedenis ligt op straat. Dit zegt Nancy Mahis, student van de mastergeschiedenisopleiding van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Mahis presenteerde afgelopen zaterdag hoe educatieve tochten in de vorm van stadswandelingen kunnen bijdragen tot het toegankelijk maken van de geschiedenis voor het publiek. Gidsen die stadswandelingen aanbieden, moeten meer vanuit de leefwereld van de consument het verhaal over het verleden vertellen en ook op een toegankelijke en eigentijdse wijze. Wij geven dus aan dat langs de straten heel veel sporen liggen van het verleden. Dus als je op straat gaat, dan zie je ook om de geschiedenis, of dan ga je ook achter verhalen komen van het verleden. Al deze zaken behoren tot cultureel erfgoed van een land en hebben ook een oorsprong in de geschiedenis. Met de stadswandeling wordt de geschiedenis levendiger en dichter bij de samenleving gebracht. Maar wat je ook kunt zien is hoe het verleden het leven heeft geïnspireerd. Verder is de toepassing van historische kennis moet centraal staan en zo kan het erfgoed en historisch bewustzijn toenemen. Mahis geeft verder aan dat gidsen volgens bepaalde standaarden hun verhaal moeten overbrengen. Tijdens hun wandelingen moeten ze vaker interactief zijn, zodat het verhaal daadwerkelijk wordt begrepen door hun publiek. De gids moet interactief te werk gaan. Hij moet dus proberen om meer vragen te stellen aan de mensen. Om zodoende ook hun kennis eigenlijk te weten met betrekking tot de verschillende historische plaatsen. Als aanbeveling aan het toerbedrijf wordt ook meegegeven om bij bosbaswandelingen met een bepaald thema aan te bieden en te promoten. Het toerbedrijf zou ook een samenwerking kunnen aangaan met de faculteit der Humaniora, waarbij geschiedenisstudenten dan de stadswandelingen verzorgen voor scholen met verschillende thema's. Natuurlijk tegen een vergoeding. Mahis deed samen met andere studenten onderzoek naar hoe gidsen in Suriname verhalen uit het verleden overbrengen op consumenten. Het onderzoek was onderdeel van de module Publieksgeschiedenis die de mastergeschiedenisstudenten in de afgelopen 3 maanden hebben afgewerkt.